Dag beste kijkers, 25 mei 2014, zondag, moet iedereen naar de stembus gaan. We moeten iemand kiezen die ons gaat vertegenwoordigen in het Vlaams parlement, de Kamer, Europees parlement. Vandaag heb ik PvdA uitgenodigd, mevrouw Mie Brandens, van harte welkom. Uh-huh. En meneer Sheba Mohammed, salam alaikum. Mevrouw Brandens, misschien kunt u jij je eigen zelf voorstellen aan de kijker. Wie is mevrouw Mie Brandens? Dankjewel. Ik ben moeder van drie zonen. Ik ben dokter voor het volk in Hoboken, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. En ik zetel sinds anderhalf jaar ook in de gemeenteraad van Antwerpen voor de PvdA Plus. Zeer goed. En de heer Sheba Mohammed? Ja, ik ben Sheba Mohammed. Ik ben ook vader van vijf kinderen. Ik woon in Antwerpen, Merksem juist. Mijn beroep is eigenlijk elektricien en ik werk eigenlijk als arbeider bij een bedrijf aan de Scheldelaan in Antwerpen, aan de haven. Zeer goed. Kunt u misschien een klein woordje geven over PvdA? Heel graag. De PvdA is een hele aparte, specifieke partij. Wij willen een frisse stem zijn in het parlement. We zitten er nu nog niet in, want er is een ondemocratische 5% drempel om verkozen te geraken. Maar we maken een kans en we zouden graag een nieuwe, frisse, sociale, supersociale stem zijn in het parlement. De PvdA is een partij die in het hele land één partij is. Wij maken geen onderscheid tussen Walen, Brusselaars, Vlamingen. Wij zijn gewoon de Partij van de Arbeid, PTB. En dat is een ongelooflijk symbool van solidariteit en eensgezindheid. We staan echt klaar voor solidair te zijn met elkaar. En de verschillen zijn onze sterktes. En wij werken dus gewoon tweetalig in dit land. Dat is perfect mogelijk. Onze Waalse broeders zijn even goed als onze Brusselse broeders en zusters. Dus we zijn er heel fier op dat we een nationale partij zijn. Zeer goed. En wat betekent PvdA voor u, Mohammed? PvdA voor mij betekent, is eigenlijk een partij, een jong partij eigenlijk, die eigenlijk zegt wat leeft in de harten van de mensen en ook op de werkvloer en bij de mensen die het moeilijk hebben op het einde van de maand voor rond te komen. Dus eigenlijk voor de simpele mens. Voor de gewone mens op de straat, voor de gewone arbeider. En wij komen op eigenlijk voor hun belangen ook en voor de belangen van iedereen eigenlijk in het algemeen. Wij willen wel eigenlijk als partij dat dit eigenlijk verandert en dat we ook mee mogen profiteren van onze welvaart en dat de rijkdom eigenlijk ook iets eerlijk wordt verdeeld. Hamed, u bent gemeenteraadslid. Dat klopt, ik zou graag de mensen of de kijkers u laten zien in action, in actie. Dank u. Mag ik voor uw film? Dus een Afrikaanse vrouw, boegbeeld van de Afrikaanse gemeenschap van Antwerpen, was op 18 september van dit jaar op weg naar een werkvergadering, toen ze slachtoffer werd van een onwaarschijnlijke onrechtvaardigheid. Omdat ze dringend naar het toilet moest, stapte ze in café binnen. Na het toilet te hebben gebruikt tegen betaling van 50 cent, ontstond er een ruzie. De vrouw werd door de aanwezigen in het café beledigd. Ze ontving zelfs enkele rake klappen en kreeg een glas bier over zich heen. Toen de politie arriveerde, werden niet de stamgasten van het café, maar de dame zelf gearresteerd. Ze werd brutaal behandeld door de politiemensen. Eerst in het politiekantoor op de Quintin Matthijsselei, daarna de luchtbal. Zij moest zich uitkleden, werd de trappen opgesleurd, kreeg racistische opmerkingen te verwerken en werd behandeld als een crimineel. Zij probeerde veelvuldig te praten met de politieagenten om haar verhaal te kunnen doen, maar ze kreeg enkel een luid zwijg te horen. Oké. U komt op voor de gewone mens op straat. Over wat ging dat eigenlijk? Ja, dat ging eigenlijk racisme, over... discriminatie. Ja, dat is eigenlijk zo... beiden eigenlijk zo. Er leeft iets eigenlijk zo in dat korps. Precies van een soort cowboygedoe. Dat kan en dat mag. En er is eigenlijk niemand die er eigenlijk over spreekt. En dat vinden wij dat niet kan eigenlijk. Een vrouw die eigenlijk als enigste kleuring in dat café zich bevond, die eigenlijk betaalde van het wc te gaan. En dan arriveert de politie, de vrouw ligt op de grond, wordt geboeid, meegenomen. En niemand, zelfs niet de eigenaar of de uitbaatster, wordt eigenlijk ondervraagd van wat is eigenlijk gebeurd. Gewoon de vrouw wordt opgepakt en meegenomen. En voor de rest, na 4-5 uur, wordt ze gewoon eigenlijk natuurlijk op straat gezet.
zonder enige verhaal. Of, dat vinden we dat het niet kan. Inderdaad, uw partij, mevrouw Brandels, geen discriminatie, geen racisme. Nul tolerantie wat betreft racisme. Wat betreft racisme en discriminatie. Ik heb een boek meegebracht van onze partij uit 1994 al. Onze manier om aan discriminatie te werken of het tegen te gaan, is vooral om een stem te geven aan de anderen, aan diegenen die te weinig stem krijgen. Nu, dat is ook onze oproep naar de kiezers. We gaan u niet beloven dat we iets gaan doen in het parlement. We gaan niet valse verkiezingsbeloftes aan u geven. Maar we beloven wel dat we uw stem gaan verluiden, dat we uw stem gaan laten klinken in het parlement. En dat is een stem die daar veel te weinig klinkt. We horen nu voornamelijk de buiksprekers van de ondernemers, van de rijke kasten, van de mensen die het al heel gemakkelijk hebben in deze samenleving. En wij willen naar het parlement gaan met een stem van de onderstroom. Van mensen die moeten toekomen met een klein pensioentje. Mensen die van een basisinkomen moeten leven. En mensen die tot nu toe veel te weinig stem krijgen in de samenleving. Dus ik lees hier opheffing, hoofddoekenverbod. Ja, het hoofddoekenverbod, dat is een schande. Dat is een schande. Ik ben huisarts, hè. Ik zie in mijn praktijk meisjes die afstuderen als kantoorbediende. Ik zie meisjes die afstuderen als leraars. We hebben in dit land veel te weinig leerkrachten. En die kunnen niet aantreden met hun diploma in hun hand. Met hun ongelooflijke capaciteit kunnen die niet aantreden omwille van hun hoofddoek. Niet omwille van hun capaciteiten die niet zouden voldoende zijn, maar omwille van een stom hoofddoekenverbod. En wij zijn daar absoluut tegen. Hè? Dus wij vinden dat we moeten kijken naar het talent en niet naar de klederdracht van mensen. Daar zijn we heel, heel radicaal in. Wij zijn tegen het hoofddoekenverbod. Ja, ik lees hier ook verplichte praktijklessen om discriminatie op te sporen. Ja. Huurmarkt. Dus ik wil mijn collega nog eventjes. Voor ons is eigenlijk het hoofddoekenverbod in het algemeen. Hè. Dus dat geldt zowel. We zijn tegen discriminatie op het onderwijs en ook op de arbeidsmarkt. Want men spreekt wel soms over het onderwijs, maar op de arbeidsmarkt wordt er ook veel gediscrimineerd in verband dus met die hoofddoek. Dus wij zijn daar radicaal tegen dat verbod. Dus, je bent ook voorzitter van de Vrije Keuze. Hè? Ja, dat klopt. In de Vrije Keuze, dat stond ook eigenlijk in verband dus met toen het ateneum, het school eigenlijk toen met de hoofddoekkwestie. En dus de directrice beweert dan dat er een paar meisjes andere zouden opgestoken hebben. En wij vinden ook dat eigenlijk die kleine groep van meisjes eigenlijk moest gestraft worden en niet heel de school. In verband met de verplichte praktijktesten. Ja, de verplichte. Dus wij kijken ernaar en wij vinden dat eigenlijk heel jammer dat traditionele partijen al jaren al in de Kamer hadden beslist al voor een praktijktest in hun teksten te voeren. Maar eigenlijk voor ons is dat eigenlijk een lege doos. Want wij vinden, ik kan niet gaan een klacht neerleggen of gaan naar een groot bedrijf, zoals een multinational met een advocaat erin. Dat kan niet. Dus wij vinden dat zoals het sommige regels en wetten geldt voor een quota, zoals bij vrouwen in de politiek, of dat ook zo moet zijn bij bepaalde multinationals, dat je kunt kijken van luistert, er is een diversiteitsplan, maar daar wordt ook niet naar gekeken. Dat wordt niet gecontroleerd. En zo creëerde jij eigenlijk een soort discriminatie aan de haven van Antwerpen, waar ik ook werk, dagelijks. En dan zie je een bedrijf dat 8 kilometer verwijderd is van Antwerpen. Maar spijtig genoeg, voor 1000 personen die er werken, werken er maar juist 3 allochtonen. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel spijtig. Inderdaad. En verplichte streefcijfers waarschijnlijk ook. Ja, we zijn ook de partij die naar aanleiding van een klacht die Kif in de tijd had neergelegd over de discriminatie in de interimkantoren, hebben wij de lijst gepubliceerd van alle bedrijven die op hun dossiers de BBB-code schreven. En de BBB-code, dat staat voor Blanc, Bleu, Belge. Dus men schreef op de dossiers in interimkantoren op dat men liefst geen kandidaten wou uit de allochtone gemeenschap. En dus dat is voor ons onaanvaardbaar. Men kan dat perfect oplossen door bijvoorbeeld anoniem te laten solliciteren. Als Mohamed solliciteert of als Jan solliciteert, we weten wie er eerst aan het werk zal geraken. Hè. En dus als men die namen anonimiseert, is dat al een goed begin om daar discriminatie al voor een stuk weg te Mevrouw, werken. Mevrouw Mie, ik lees hier geen armoede. En armoede is gekleurd. 54% van de mensen van Marokkaanse herkomst leeft onder de armoedegrens. Ja. Dit is een schande.
Dat is gewoon een criminele zaak. Hè? Dus hoe komt dat wij armoede als eerste thema in ons verkiezingsprogramma hebben gebracht? Dat komt omdat wij sinds september bij 40.000 mensen in België zijn gaan vragen op welke basis willen jullie dat wij ons verkiezingsprogramma opstarten? Dus wij zijn een partij die werkt langs onderuit. Wij werken niet top-down. We komen niet om de 5 jaar eens naar de verkiezingen en zeggen geef uw stem, dan zullen wij daar 5 jaar ons goesting mee doen. Wij zeggen nee, we gaan samen met jullie politiek maken. Hè? En dus wat willen jullie dat wij op de politieke agenda zetten? En ongelooflijk maar waar, zowel in Wallonië als in Brussel als in Vlaanderen zeggen mensen, onze topprioriteit is het wegwerken van de armoede. Hè? De inkomens, vervangingsinkomens zoals ziekteverzekering, pensioen enzovoort, die zitten onder de Europese armoedegrens van 1.000 euro. Dat is onaanvaardbaar. Wij zitten in een rijk westers land waar de inkomens onder de Europese armoedegrens zitten. En je kan dat perfect oplossen door bijvoorbeeld keuzes te maken, politieke keuzes. Wij geven 6,5 miljard nationale interestaftrekking, een fiscaal cadeau aan de rijkste bedrijven van dit land. 6,5 miljard per jaar. Met dat geld kan je alle inkomens boven de armoedegrens trekken. Op 1 pennetrek van een wet kan je alle armoede uit België halen. Dat is een politieke keuze. En die stem willen wij brengen in dat parlement. We willen iedereen op zijn verantwoordelijkheden wijzen. Zeer goed. Goed betaalde en vaste werk, meneer Mohamed Ketarf, Shabab, Dreri, Dienef, Van Vers, Antwerpen. Jullie hebben het isolot eigenlijk alleen te boek. Dat zeg ik het even uit. Het is een beetje een سنفتشم خدمة يا حق حنا يا قلنا هذا بعتي بأن كاين واحد العنصرية كبيرة في هذا البلاد وحنا يا الفرقة ديالنا كتبغيت ضدنا هذا المنظر هذا كنشوفوا بأن في الأول كيقولوا لنا سك تعلم الفلامانية والنغلاندية أو حنا سمحنا حنا خلقنا هنا وتعلمنا في المدرسات وجيبنا الشهادات حق ملي كنمشي نشوفوا في العمل في الشغل شنو كنجبروا الدراري ديالنا اللي يكونوا في العون كيعملوا الشغل لي ما كيخلصوش مزيان انتريم جوب كيعملوا شغل في ايزولاسيون كيعملوا شغل في البنتورا حق في المقطع اللي كيكونوا نورمال مشاو للمدرسه وجبروها ما كنشوفوش الدراري ديالنا كتلقاهم ما شاء الله عندهم دبلومة عاليه وقاريين وعندهم يقدروا يخدموا واحد الخدمه محترمه وبزاف الدراري كنشوفوا كيجي كيخدم في حال بلومبيي ولا خدم لك في الدار ويخدم لك يعسلك على براند وكتر على اديكات حق هذا اللي خاطني خاتنا دابعتي هذه ماشي الفرقه ديالنا اللي هادم فرقه سنين هما كيحكموا وما كاين حتى واحد دابعتي قالت لك العنصريه قالت لك اخت مي قالت لك بان قالت لك شبروا ديك انتريم كانتور اديكو شبروه حق هما الشراكات اللي كانوا كيطلبوا من عند ديك انتريم كيقول لا هادم حنا ما خصناش هادم خصنا شي يكون اصلاني بلجيكي ما يكونش مثلا واخا يكون مغربي خلق هنا خصك تعطي واحد الرشم ترشمو باش نعرفوا هذا ماشي اصلاني هنا بحال ديك البقار لا بلو 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 هذاك واحد عينين زراق وشعر صفار وشعر حق هما هادم اللي هنا حتى واحد ما هضر اخ حتى واحد ما قال سمحوا لنا شراكات خصنا نشبروه ماشي هاد انتريم Mevrouw Mie, in verband met werk, jongeren aan het werk, ouderen op rust, recht op brugpensioen vanaf 58 jaar? Het recht op brugpensioen. We vinden dat mensen zo lang mogen werken als ze dat zouden willen. Maar we vinden ook, wij met Geneeskunde voor het Volk, we hebben een studie gedaan, we hebben gekeken naar onze patiënten tussen 55 jaar en 65 jaar en genoteerd welke aandoeningen op chronische aard dat zij al hadden. Dus welke chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat, spierletsels enzovoort, hartproblemen dat de mensen al hebben. 1 op 3 leidt aan een chronische aandoening en 2 op 3 leidt aan een chronische aandoening en 1 op 3 leidt aan meer dan 1, dus aan 2 of 3 chronische aandoeningen. Die mensen tussen 55 en 65 jaar wil deze regering langer doen werken. Dat is zot als er 600.000 jongeren geen werk hebben op dit moment. Dus wij vinden dat de mensen die kapot gewerkt zijn en die in zware stielen hebben gewerkt, dat die het recht moeten hebben om vanaf 58 jaar op rust te mogen gaan. Maar we willen dat er verplicht in die hun plaats een jongere aan het werk wordt gezet. Hè? En dus dat noemen wij fakkelbanen. Dat een oudere werknemer een jongere de fakkel kan doorgeven, zodanig dat die jongere ook de kans krijgt om in een bedrijf in te groeien. Nu moeten de mensen al een diploma hebben, al ervaring hebben, kunnen ik weet niet wat voorleggen dat ze allemaal op hun cv hebben staan. We denken niet dat je met gelijk welk goed cv direct een baan zult hebben. In Antwerpen, in heel Vlaanderen, is er 1 vacature voor 17 mensen.
Dus hoe goed de cv's ook zijn, dat wil zeggen dat er 16 jobs op 17 te weinig zijn. En we willen jobs creëren door het kapitaal te activeren. Wij willen de centen activeren. Wij willen niet de werklozen enkel de schuld geven. Ik heb gelezen dat Peter Mertens aan de jongeren heeft gevraagd om hun cv's naar Bart de Wever te sturen. Onze voorzitter zegt, iedereen krijgt werk van Bart de Wever, want als je een goed cv hebt, dan kun je absoluut aan het werk geraken in dit land. Dus ik doe een oproep aan iedereen die nu werkloos thuis zit. Alsjeblieft, stuur uw cv naar de Grote Markt nummer 1 in Antwerpen. En Bart de Wever zal u onmiddellijk een job aanbieden als het een goed cv is. Okay. Doen. Meneer Sheba, kwaliteitsvolle onderwijs. We zien dat jongeren van vreemde afkomst enorm veel moeilijkheden hebben. Taalachterstand enzovoort. Ja, dus wij vanuit de buikenspraak bedoel ik, wij zijn niet de enigste. Dus PISA, er is OESO, Europese instanties die zeggen dat België eigenlijk naloopt. We staan nu al op de 26e plaats en het lukt gewoon niet. Dus 26... Qua ongelijkheid, hè? Dus ongelijkheid, dus ja. Voor wiskunde en talen scoren wij zeer, zeer goed. Ze hebben bij de primus van de klas. Mm-hmm. Maar als we zien of dat iedereen op het einde van zijn onderwijscarrière aan de eindmeet komt, dan scoren we bij de slechtste van de klas. Dus de ongelijkheid, als je uit een gezin met armoede komt, heb je eigenlijk ondanks het schoolsysteem evenveel kans om in een gezin met armoede te blijven steken. Dus het is zot dat jaar na jaar, generatie na generatie, ondanks ons fantastisch onderwijs, de armoede wordt geregenereerd. En dat kunnen we niet blijven aanvaarden. Ja. Dus ik wil eigenlijk wel, dus in die cijfer is gebleken, dus dat 66% van de van onze jongeren, allochtonen, heeft dus één of meerdere jaren achterstand. Er is een heel een groot uitval bij de allochtonen. In Vlaanderen scoren de allochtone leerlingen het zwakst van alle rijke landen. Wij zijn de kampioenen in de achteruitstelling, zou ik zeggen. En 75% van de leerlingen voelt zich wel degelijk gediscrimineerd. Dus dat is eigenlijk een enorme cijfer. En dus al deze puntjes is eigenlijk een schande in een beschaafde land. 1 op 4 verlaat secundair onderwijs zonder diploma. Dus wij hebben dus in de gemeenteraad vernomen dus dat er vorig jaar in Antwerpen eigenlijk 28% is eigenlijk uitgekomen. Eigenlijk gestopt met school gaan, het onderwijs. Geen diploma gehaald. Nu hebben wij gevraagd eigenlijk voor een onderzoek. En de reden eigenlijk waarom dat deze jongeren eigenlijk niet meer geloven eigenlijk. Dus jullie pleiten eigenlijk voor bijzondere ondersteuning voor leerlingen met leermoeilijkheden. Waar we voornamelijk heel erg fan van zijn, is om een echte doordrijven van het masterplan dat gestart is in deze regering. Dus een langere brede graad, ik ga dat direct uitleggen. Maar de regering heeft haar werk niet afgemaakt. Het is een beetje een verwaterd loodgieterijplan met links en rechts wat aan elkaar gehaakt. Maar de inzet was goed. We zijn ook zeer tevreden dat die oefening is gedaan. Er moet een hele grote ommezwaai komen in ons onderwijssysteem. En naar onze mening is het zo dat het best is dat alle leerlingen zo lang mogelijk samen opgroeien. Men heeft onderzoek gedaan aan de KU Leuven. Dat boek is pas uitgekomen van professor Ide Nikijzen. En daar heeft men gezien dat dat een winsituatie is voor de allerbeste leerlingen. Maar dat dat een fantastische winoperatie is voor de zwakste in een klas. En dus het is voor iedereen beter als we de kinderen langer bij elkaar houden. Dat wil zeggen een lange brede graad. Maar dat verwacht ook van het onderwijs dat we niet alleen gaan toetsen op kennis en op taal. Voor de PvdA willen we graag dat ook de handen en het hart worden ontwikkeld in de scholen. Dus ook toetsen op sociale kwaliteiten, op polytechniek. Van jongs af aan moet men de kinderen laten proeven van polytechnisch onderwijs en niet alleen inzetten op de allerslimste. Okay. En dan gaan die jongeren later in de arbeiderswereld, de architect en de metser, gaan elkaar nog kennen van op school en gaan elkaar veel beter kunnen begrijpen. Gaan met betaalbare wonen. Ja, dus wij zijn eigenlijk voor het screenen en toetsen eigenlijk dus het betalen van het huurwoningen, waar men huurt. Want wij vinden dat eigenlijk dat er veel mensen eigenlijk een huis of een appartementje eigenlijk huren, die eigenlijk het geld niet waard is eigenlijk. Dus het is niet geïsoleerd, het is eigenlijk in dubbele, geen dubbele glas. Kwalitatief sociaal wonen. Ja, dus wij vinden ook dat er eigenlijk te weinig sociale woningen zijn. En om de een of andere reden is daarom dat eigenlijk mensen eigenlijk worden gedwongen eigenlijk voor dan toch daar te blijven wonen in een onkwaliteitsvolle woning. Laatste woord en dan moeten wij eindigen. Het laatste woord, ja. Wij
roepen de mensen op om op de PvdA Plus te stemmen, om eens een andere stem te horen in het parlement, een stem van onderuit, een stem die jouw stem, die er veel te weinig vertegenwoordigd is, ook een keer te laten klinken in het parlement. Waarom moeten wij voor u stemmen? Wij op mij stemmen, als je op mij stemt, ik ben rechtuit, ik vertel vanuit mijn hart, vanuit de werkvloer, ik weet wat er reilt en zeilt in het leven en op de arbeidsmarkt. Dank u. Ik bedank jullie voor jullie komst naar de studio. Helaas, onze tijd is op. Maar beste kijkers, voilà, tot de volgende keer. Dag.